gebouwd. Heel mooi, net of het aan de zijkant allemaal zo gevlakt is. Oh, weet, van hout? Ja, helemaal van hout uitgetrokken. Ja, helemaal van hout uitgetrokken. Ja. Ja, ze hebben deze alleen verhoogd, hè, zoals hij was. 5 meter, ja. Ja, zoals hij in dezelfde stijl, hè. Nou, wij proberen wel eens als we over de brug rijden van, ja, van je kan de IJssel, als we fietsen over de brug, ja? Proberen we hem wel eens met een verrekijker te ontdekken of we hem kunnen zien. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Of we deze en deze, deze ja. Ja. Kunt zien. Oh. Ja, dat is heel moeilijk. Want dan zou je ook de brug eerst moeten zien, dat is Westervoort. Daar is de vuilverbranding. Kan wel. Ja, het moet wel kunnen, denk ik. Het moet kunnen, ja. Moet het nog helderder weer zijn, denk ik. Oh ja. Oh, maar je kunt er wel zien. Ja, maar... Je moet precies weten waar deze staan staat. Wij staan al nog hoger, dus je moet wat zij deed. Je moet zo kijken, hè? Ja. Zo. Jawel, dat kan wel. Als jij nou volgende keer met een zaklamp hier gaat staan... Of ga ik al zwaaien, zo. Ja, of met een Valk Hotel, hè? Dan, boven het dak. Dan kun je het ook zien. Ja. En hoe heet dat? De Eusebiuskerk? Die is daar. Ja, dan moet je het ook kunnen zien. Dan moet je het ook kunnen zien. Dan. Ja, daar zijn we wel eens boven geweest. Kun je met de lift naar boven, hè? Ja. Maar ja, het ligt net aan de zonnestand, wat voor weer het is. Ja, en... inderdaad. Ja. Ja. Of je de verrekijker bij je hebt of niet. Ja, of filmtoestellen kun je het ook mee toe. Ja, kun je mee zoomen, ja. Ja. Oh, het is nou rustig weer. Nou. Maar ja, wij wouden eigenlijk naar Oosterbeek, naar de Hemelse Berg. Doet heel veel opzoeken via Google Earth, hè? Ja. En dan kun je, maar jij, de Westervoortse brug is een dicht, hè? Ja. Ja. En dan moet je even aan een 45 kilometer autootje en dan liep je nog wat sluipweggetjes, maar er was weer een hek gesloten, dus we moesten weer terug. Ja. Ik zeg nou, laten we eens naar de steeg gaan. Yes. En toen kwamen we hier, ik zei, ja, je kunt ook even naar de Emmerpyramide. De steeg is nou dat internationale bijeenkomst van allemaal oude Citroën auto's. Oh, is dat ook? Op middag, ja. Van 11 tot 14. Oh, dan zijn ze zich natuurlijk al aan het verzamelen. Wat is pas 9 hè, vandaag? Ja, 10 ja, is vandaag toch? 10? Oh, 10. 10 is toch vandaag? Morgen. Oh, dan begint het morgen. Morgen, ja. Maar ja, dan is het dus aankomst vandaag natuurlijk. Ja, ja, ze zijn heel bijzonder misschien wel. Hè? Oh, heel bijzonder hoor, die auto's. Nou, wat voor deel is het dan in de steeg? Op middag. Oh, daar. Maar vroeger die paarden... Die outdoor was, ja. Paardenraces waren. Dus als je de steeg doorrijdt naar Ellekom, aan de rechterkant. Waar de paarden staan. Middag, ja, middag gekend. Ja. Daar ongeveer. En aan de wegkant zijn allemaal weilanden, waar normaal de paarden lopen. En in het verleden dus, waar al die tenten stonden van die paardenorganisatie. En nu staan er caravans en oude auto's. Oh ja. Ja, ik heb een stukje op TV Gelderland gezien. Die zullen dat zeker opnemen. Ja. Ja. Nou, is toch leuk, gebeurt er wat. Hè? Ja. Ik heb het gezien, gaan we naar beneden. Ja. De zon schijnt nog. Ja. Heerlijk nou. Tot ziens. Ja, doei. Tot ziens. Tot ziens.